Ja, ik ga jullie laten zien hoe je een afdruk die kleiner is dan je doek goed in verhouding kunt overnemen zonder dat we hem overtrekken. En ik heb misschien wel een maatje genomen die makkelijk over te trekken is, maar stel dat je een kleine afdruk hebt en je hebt een doek van een meter bij een meter, dan kun je natuurlijk niet overtrekken. Dus ik ga je laten zien hoe je dat in de basis goed in verhouding kunt opzetten. Nou, wat heb je nodig? Ik heb de fruitschaal uit de keuken heb ik even op de foto gezet. En afgedrukt op gewoon papier, in zwart-wit, op een A4'tje. Nou, zelfs dan zie je dat de randen niet helemaal ook in de afdruk zijn. Maar hoe je dat gaat meten, dat laat ik zo zien. Nou, dan heb je nog even een kladpapiertje nodig, waar je opschrijft je maat van je doek. Dus mijn doek, en schrijf dat ook onder elkaar. Ik laat zien hoe we dat dan gaan uitrekenen. Mijn doek, een canvaspaneel, is 30 bij 40. En mijn afdruk is 20 bij 29. Ik laat het straks nog even zien hoe ik dat precies nameet. Nou, dus dat heb je nodig. Verder natuurlijk een liniaal. Oh, terwijl ik even mijn statief aanstoot. Een liniaal die je goed plat neer kan leggen. En zorg dat je een wat langere liniaal hebt. Dat je niet tussentijds alle kanten op hoeft te schuiven. Want dan blijft hij mooi goed vast liggen. Een pen voor je aantekeningen. Een kneedgum om op het moment dat je de afbeelding op je doek hebt staan, de hulplijnen kunt weggummen. En dan heb ik twee potloodjes. Ik heb een hele licht grijze. Die is van Caran d'Ache. Die vind ik heel fijn. Zo wat zacht potlood. En daar ga ik mee de lijnen trekken op mijn zwart-wit afbeelding. Heb je een hele lichte afdruk, ja, dan kun je het wel met een donkere potlood doen. Maar dit is het omgekeerde. Dit is heel donker. En de fruitschaal is ook gewoon zwart. Dus ik heb een heel licht grijs potlood. Die ga je hier goed overheen zien. Nou, voor mijn doek gebruik ik altijd de pastelpotloden van Faber-Castell. En ik heb ze in lichtgrijs en donkergrijs. Het is een krijtpotloodje wat je heel makkelijk, als je niet veel te hard op je doek drukt, met een potloodje kan weggummen. Als je een beetje hulplijnen erop ziet staan, is het natuurlijk niet erg, want je schildert er overheen. Maar het moet niet zo zijn dat je vier lagen olieverf moet smeren om die hulplijntjes eronder te krijgen. En daar is zo'n Faber-Castell potlood echt ideaal voor. Goed, oh ja, en een rekenmachine natuurlijk, of op je telefoon, maar die heb ik nu als camera in gebruik, dus ik moest even mijn rekenmachine pakken. Oké, we beginnen bij het begin. Mijn doek is dus 30 bij 40. En mijn afdruk, want daar begin ik altijd mee, die is, zoals ik net zei, 29 breed en precies 20 centimeter hoog. Dan heb ik dus niet de witte lijnen van mijn A4'tje erbij gerekend. Dan kom ik met mijn aantekeningen. Mijn doek 30 bij 40 en de afdruk 20 bij 29. Onder verhoudingen, en daar moet je, dat is echt het allerbelangrijkste, anders krijg je het nooit goed. De rasterverdeling die we straks met die liniaal gaan maken, die moet exact dezelfde verhouding zijn als de verhouding op je doek. Dus je kunt niet met een willekeurige afmeting ruiten gaan tekenen en dan dezelfde overnemen op je doek. Want dan is dit misschien wel verticaal en dan zijn het misschien hele mooie vierkanten op je doek. Trek je alles uit verhouding, gaat het nooit kloppen. Dus daar laten we een berekening op los. Nou, oké, mijn doek is dus 30 bij 40. En dan begin ik met 30. Dat is de hoogte van het doek. En dan doe ik 30, deel ik door 20. En dan kom ik uit op 1,5. Dan heb ik 40, is het doek breed. En mijn afdruk is 29. Dus doe ik precies hetzelfde wat ik net ook heb gedaan. Maar dan 40 delen door 29. Kom ik op 1,4 afgerond. Nou is dit maar een millimeter verschil. Maar je kan je voorstellen, als je doek veel en veel groter is, is ook die verhouding veel meer ongelijk. We moeten dus, kijk, die millimeter is op zich wat te verwaarlozen. Dus dat zou ik nog zelfs wel kunnen, kan wel beginnen. Maar ik laat zien hoe je dat dus precies uitrekent. Nou, ik kan, de breedte kan ik niet vergroten. Dan kom ik niet uit. Dus wat ga ik doen? In plaats dat ik 30 deel door 20, ga ik die 20 met hetzelfde getal vermenigvuldigen als de uitkomst van de breedte. Dus wat doe ik? 20 keer 1,4 is 28. En dan heb ik dus de nieuwe hoogte van mijn doek. 28. Dat betekent dat ik mijn doek, want nu is het, als ik dus 28 nu deel door 20, dus dan heb ik een nieuwe hoogte van mijn doek gemaakt, dan kom ik uit op 1,4. Dan kom ik precies uit
op dit aantal. Nou, dat betekent dus dat ik mijn doek, en dan leg ik mijn berekening even opzij, dat ik mijn doek in plaats van 30 centimeter hoog, wat hij is, kijk, is dat goed te zien op mijn afdruk? Ja, 30 centimeter hoog, maak ik hem 28 centimeter hoog. Dus er gaat 2 centimeter vanaf. Even kijken, want mijn statief staat ervoor. Dat doe ik hier ook. En ik doe die 2 centimeter, haal ik van de hoogte af. Dat betekent dat mijn schaal iets lager komt te staan, dus dat ik een iets hogere achtergrond heb. Stel, hè, dan pak ik deze er weer even bij. Stel dat je een heel klein onderwerp op een heel groot doek hebt. Dan kun je bijvoorbeeld je afdrukje kleiner maken, zodat die ook weer in verhouding is met je doek. Maar omdat hij hier bij de randen en ook in de hoogte best wel veel plek op mijn afdruk inneemt, besluit ik gewoon om mijn doek een beetje aan te passen. Dus je moet het altijd in verhouding aanpassen. Nou, dan trek ik een rechte lijn. Dan heb ik dus 2 centimeter, volgens mij is het een beetje scheef. Ja, ik moet hier iets zakken aan deze kant. Dan heb ik gelijk zien hoe makkelijk je de kruipotlood weer weggumt. Oh, daar waait mijn afdrukje weg. Dan komt ik er ook scheef voor zit. Dit is dus de maat nu van mijn doek. Dus zonder die witte streep hierboven. Die schilder ik straks gewoon mee. Dan ben ik die hulplijn kwijt. Maar nu heb ik dit. Is exact dezelfde verhouding als de afdruk op mijn A4. Nou moet je erop letten als je een vlakverdeling gaat maken, dat je altijd hetzelfde aantal vlakken doet. Dus dat het er hier 10 zijn, dan moet het er daar ook 10 zijn. Nou, hij is dus 29 centimeter breed. Nou, als je het fijn vindt om een vakjes van een centimeter te doen, moet je het vooral doen. Maar ja, ik zou het in dit geval niet doen, want het zijn vrij grote lijnen, hoor. Dus dat is vrij makkelijk over te nemen. Dus ik neem, denk ik, vakjes van, want de breedte is daar 40 van 2 centimeter. Hou ik hier natuurlijk iets over, want dit is maar 1 centimeter. Maar dat maakt niet uit, want dat is natuurlijk de ruimte naast je pot. Dus dat maakt helemaal niet uit. Dan gebruik ik mijn lichtgrijze potlood en zet ik om iedere 2 centimeter zet ik streepjes. En dat doe ik aan de bovenkant en dat doe ik ook aan de onderkant. Misschien dat ik hier even mijn donkere krijtpotloodje voor pak. 2, 4, 6, 8, 10. Nou, dat doe je dus helemaal tot het eind. En dan ga je de hulpstreepjes ga je met elkaar verbinden. En dan zie je ook meteen hoe goed dit lichtgrijze potlood overkomt, hè? Op een donkere laag. Nou, datzelfde doe je ook verticaal. Nou, dit trek je gewoon natuurlijk zo door om de 2 centimeter een verticale lijn. Horizontaal doen we precies hetzelfde. Doe ik hem ook om de 2 centimeter. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 is de bovenkant. Datzelfde doe ik aan deze kant. Even goed neerleggen. En daarom vind ik zo'n platte liniaal echt ideaal. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 nou, en 20 is het uiteinde. Dan gaan we ook, en ik doe een paar lijnen voor me. Ik wil het ook even op het doek laten zien. Nee, dat vertel ik straks. Ik wilde al een beetje op iets voor uitlopen om uit te leggen, maar dat ga ik niet doen. Oké, nou dat ga je dus helemaal zo rasteren. Kijk, en hierboven zou je het niet eens hoeven doen, want daar gebeurt niks. Maar ik zou zeker, als je dit voor het eerst gaat doen, zou ik even het hele, de hele afbeelding in raster zetten. Zo heb je een makkelijk overzicht. En dan kun je zelfs nog je bovenlijn en je onderlijn een nummer geven. En dat kun je dus ook op je doek doen. Nou, ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vakjes. Nou, de hoogte van mijn doek, hè, die hebben we dus aangepast. Sorry. En die hebben we 28 centimeter gemaakt. En 28 centimeter, daar moeten we dus ook 10 vakken op tekenen. En dat betekent dus dat je die 28
moet je delen door 10. En dan betekent dat je hier vakken van 2,8 mm maakt. Datzelfde, want die verhouding is natuurlijk gelijk, moet je daarboven doen. En dan heb je precies dezelfde verhouding op je afdruk en op je doek. Dan kan het gewoon nooit misgaan. Nou is natuurlijk de verhouding van 2,8. Ik zet hem hier even in het midden, want dan kan ik het goed duidelijk laten zien. Normaal doe ik dat alleen maar een beetje aan de buitenkanten. Dat is natuurlijk makkelijker als je 3 of 4 of 5 centimeter moet doen. Maar ik schuif hem gewoon een beetje naar beneden. Je kan natuurlijk ook altijd heel even met een klein beetje verf een streepje aangeven op je liniaal. Dan weet je dat je die moet hanteren. Het is even een klusje. Je bent er langer aan het rasteren dan op je afbeelding. Maar dan weet je meteen zeker dat je de juiste afbeeldingen hebt. En dan kun je met het tekenen, dan ga je precies die vakken uittellen. En dan kun je met het tekenen van je onderwerp gaan beginnen. Dat ga ik buiten beeld even doen. En dan in mijn volgende les laat ik zien hoe ik hem helemaal uitgetekend heb. Ik heb deze afbeelding nog helemaal niet als download ergens staan hoor. Ik wilde gewoon even laten zien hoe dit werkt. Zodat je daarmee aan de slag kunt. Dus stel dat je iets wil maken, zorg altijd dat het deelbaar is door hetzelfde getal. Dus zowel je afdruk als je doek. En ik ben totaal niet cijfermatig onderlegd. De wiskundigen onder jullie, die zullen we misschien heel hard uitlachen. En terecht misschien ook wel dat daar een veel handiger systeem voor is. Maar ik doe het al jaar en dag zo en ik kom er altijd uit en verhoudingen kloppen meteen. Dus daag jezelf uit. Hè. Ik heb een wat kleiner doek, zodat ik het goed op camera kan laten zien. Maar begin gerust met een A4 en neem een wat groter doek. Zolang je dit goed rastert en je doek ook, dan maakt niet uit hoe groot je doek is, maar dan klopt het altijd. Stel dat je veel vaker met een raster tekent, dan kun je steeds meer volstaan met grotere vlakken maken. Daardoor ga je steeds meer gaan je tekenen, leer je goed naar verhoudingen kijken. Het tegendeel kan natuurlijk ook. Stel dat je hele grote vakken hebt en in één zo'n vakje, zoals bijvoorbeeld hier bij die rode peper, daar gebeurt heel veel. Dan kun je natuurlijk, en dat laat ik bij zo'n vakje even zien omdat hij er al op staat, dan kun je in een vakje wat je al gezet hebt, kun je bijvoorbeeld nog even een extra hulplijn zetten. Dat hoeft dan niet over je hele doek. En datzelfde vakje zet je dan ook een diagonaal op je doek. Dus dan kun je, als je hier bijvoorbeeld precies een vierkantje overheen hebt, zet je er een diagonaaltje in. Dan heb je nog meer hulplijnen om precies daar te tekenen wat je ziet. En als je dit doet, dan kun je eigenlijk elke opzet maken die je wil. Een portret, een stilleven, nou ja, maakt niet uit wat. Je bent er natuurlijk wat langer mee bezig dan je achtergrond volkrassen met houtskool en overnemen op je doek. Maar uiteindelijk begint het schilderen wel met het tekenen. Dit zijn handige hulplijnen. Heel veel professionele schilders doen het ook. Dus ik zou zeggen, waarom wij niet? En nogmaals, ik hoop dat ik het duidelijk en langzaam genoeg heb uitgelegd. Ik ga het even verder doortekenen en nou ja, in een van de volgende video's zal ik het resultaat van het stilleven die ik getekend heb met potlood aan jullie tonen. Dus veel plezier met dit tekenen. Neem er de tijd voor en vind het vooral erg leuk om te doen. Vind ik ook.